This show is sponsored by Venom, Al Shearer Stables Abu Dhabi en Super Pro Samui Thailand. Jawel, dames en heren. Hartelijk welkom bij de World of Combat Sports. Vandaag de podcast. Mijn naam is Tom Wesseling. En ik heb het voorrecht, en ik met volle trots mag ik zeggen dat ik vandaag aanwezig heb en hier aan de tafel heb zitten. Nebel Harjuli en Brandon Vos. Heren, nou ja, hartelijk welkom. Hoe is het, mannen? Hoe is het? Goed. Ja? Goed, ja, zeker, ja? Zeker. Ja. Ik heb er zin in. Het is altijd gezellig om hier bij de Infusion team aanwezig te zijn. En, ja. Dus ik heb er zin in. Ja. Ja. Brandon? Het is echt een privilege om hier weer te zijn. Ik ben blij om hier te zijn en ik ben benieuwd. Ja, ja, ik ook. Hey, mannen, het is heel simpel. We leven in een soort van een rollercoaster als het gaat om de wereld op dit moment. Hè? En ja, als we dan kijken naar wat er gebeurt in Syrië en wat er gebeurt in Turkije. Ja, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk nieuws, vreselijk. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Het is inderdaad echt verschrikkelijk wat er is gebeurd. Weet je... Ik vind ook dat wij gewoon echt zoveel mogelijk moeten doen om ervoor te zorgen dat die mensen daar aan hun water komen of noem maar op. Er wordt al heel veel gedaan natuurlijk. Ja, zeker. Maar het is zo onwerkelijk ook. Ja. Het is niet normaal. Nee. Het is echt erg. Ik vind ook dat we er echt dagelijks bij moeten stilstaan. Kijk, op het moment dat ik het voorbij zie komen op Instagram, denk ik van... Pff, ja. Dan zie je natuurlijk mensen die... professionals die mensen uit onder puin vandaan halen. En dan zie je hoe standvastig ze nog steeds blijven. Ja, en, ik kan het gewoon niet over mijn hart in krijgen. Als ik die films elke keer weer zie. Ja, ja. Ik, hoe erg het ook is, ik probeer het eigenlijk ook te vermijden. Ja. Maar ja. Nee, het zijn echt die contrasten in het leven. Hè, die, nou goed. En ik denk dat ik vanaf deze kant mag zeggen dat ik namens het hele Infusion team, de CEO's, maar ook alle vechters eromheen, ja, dat ons hart in ieder geval en onze gedachten altijd uitgaan bij de mensen die daarbij betrokken zijn. Die geraakt zijn op wat voor manier dan ook. Zeker. 100%. Zeker, ik spreek ook aan om iedereen echt zoveel mogelijk te doen om voor te zorgen dat zij op een gegeven moment ergens terecht kunnen en 100%. En voorzien zijn. Oké, duidelijk. Duidelijk. Okay. Ja. Hoe gek het dan ook loopt in het leven. Ook Mohamed Touchashi afgelopen weekend wereldkampioen geworden bij RCC in Rusland. Ja. Om er even wat te noemen. Ik bedoel, hebben jullie die partij nog gezien of gaan jullie nog bekijken? Ik ga hem zeker nog bekijken. Okay. Ik heb het voorbij zien komen. Ja. Wat kan ik zeggen? Ja, mooi toch? Ja, echt. Nou ja. Toch wel weer een prestatie. Ja, prestatie geleverd. Dus, hey, Touchashi. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, maat. Hey, we gaan even inzoomen op die vierde van maart. En dan hebben we dat ATKO-systeem. Compleet nieuw systeem. Klopt. We gaan terug naar de K1-tijd van vroeger, hè. Waar we, ik denk allemaal, ja, jullie kennen het allemaal. Hè, daar hebben we allemaal van genoten. Ja. Terug in dat toernooi-systeem, om het maar even zo te zeggen. 16 vechters worden geselecteerd in een bepaalde gewichtsklasse. Die gewichtsklasse 70 kilogram. Ja, Brandon, daar zit jij in. Ja, dat is mijn divisie. Jongen, toen je het hoorde, wat gebeurde er? Ja, het eerste wat ik hoor is dan, we gaan terug inderdaad naar het oude K1 systeem van vroeger. Dus dat is dope, dat ik daar een aandeel in heb. Dan denk je, oké, die tank moeten we weer gaan vullen. Want we gaan een achtmans toernooi draaien dan. Hè. Ja. Uiteindelijk. Ja. Nu hebben we eerst de preliminary, dus die 16 een losse partij. Dus die gaan we even uitknokken. Ja. En dan gaan we. Dat heb je nog nooit eerder gedaan, achtmans toernooi? Nog nooit. Het zou bitterlijk zijn. Dat is de eerste keer. Ik heb in totaal nu drie viermans toernooien gedraaid. Okay. En nu gaan we voor de eerste achtmans toernooi doen. Oké, okay, die laten we even op ons inwerken. Ja. Hey, ik hoor jou zeggen, heb je wel eens een toernooi gedraaid? Ik heb wel eens een toernooi gedraaid, ja. Maar niet op één avond. Oké. Okay. Nee. Maar ik ben daar heel erg nieuwsgierig naar. Wat dat doet met jullie als vechter en hoe je daarop voorbereidt. Ja. Maar jij, Nebil, jij vecht in dat ECE-systeem, in het MMA-systeem, waar jij nu drie partijen van hebt gedraaid. Ja. Vertel eens, kerel, hoe... Ja, het is toch wel een wereld van verschil wat betreft het kickboksen. Het is natuurlijk nieuw, dus dat maakt dat je ook nog hongerig bent en graag wilt. Maar het is gewoon een wereld van verschil. Gewoon alles erop en eraan. Het grondwerk, de handschoenen, 4 ons. Het is helemaal niks. Je hoeft er maar eentje te raken en het is klaar. Ja. Maar je hoeft er ook eentje ontvangen is ook klaar. Dus het is gewoon ook een heel, het is heel anders. Maar het ligt mij wel heel erg en het smaakt naar meer en ik vind het heerlijk en ik vind het fijn, dus het is, ja. Ja, ja, leuker dan kickboksen? Nou, het is niet zozeer leuker dan kickboksen, maar nogmaals, het is nieuw. Dus het is een nieuwe prikkel en het gaat er af en toe echt wel harder aan toe, moet ik zeggen. Vooral met zulke kleine handschoenen, dat is geen grap. Hey, en het grondwerk en zo, wat er allemaal bij komt kijken, hoe doe je dat? Ja, daar ben ik ook heel veel mee bezig.
Vooral eigenlijk met het grondwerk, aangezien mijn staand al goed is. Afgelopen tijd ben ik naar Amerika geweest, Marokko, om me volledig te focussen op het grondwerk. Mm-hmm. Dus op die manier probeer ik me daarmee bezig te houden eigenlijk. Oké, okay. Ja. En je broer is nog steeds in je hoek? Is nog steeds in mijn hoek. Geef je jou af en toe nog wel eens even een flattertje voor de kop? Zijn ze wel eens pissig op je? Ik denk alle broers wel, toch? Ja, moet ook wel. Dus ik kan me ook niet voorstellen wie anders dat zou moeten doen of zo, toch? Daar zijn ze mijn broers voor. Daar is hij mijn trainer voor. En over het algemeen hou ik het aardig rustig en doe ik het allemaal wel goed. Maar af en toe moet je inderdaad even die... Ben je even een kleine jongen weer? Tuurlijk, maar dat is normaal. Dat is normaal. Van hun accepteer ik het. Ja. Hey, en als we het hebben over kleine jongens, want we zijn hier natuurlijk allemaal stoere gasten rennen. Maar jij traint bij Days Gym. Hoe ziet die dag eruit? Hoe ziet het vandaag? Hoe begint jouw dag? Bijvoorbeeld vanmorgen hebben we training met z'n allen om 10:00. Ja. En dan verzamelen we met z'n allen, onder andere Tijani ook en Clyde en Nino ook, die ook vecht die dag. Mm-hmm. En Shalina, et cetera. En dan, in de ochtend hebben we bokstraining dan. Gewoon op de zak. En in de avond hebben we gewoon een knallende training met z'n allen weer. Ja. Ja, dat is zo is het. Dagelijks? Dagelijks, ja. Dagelijks. En eigenlijk, iedereen heeft een beetje zijn eigen planning. Mm-hmm. Zoals Tijani bijvoorbeeld, dinsdag heeft hij krachttraining in Amsterdam. Ik heb ook dinsdag krachttraining elders. Ook in Amsterdam. En dan dinsdagavond petsen we weer met Deon of Mehdi, Milton Velter. Ja. En dan zo proberen we onze trainingsdagen met elkaar te matchen. Ja. Ja. Mijn gedachten gaan ook altijd uit naar die Milton Velter. Zeker in zware tijden. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Ik snap er eerlijk gezegd niks van. Die begraaft de ene dag zijn zoon. Mm-hmm. Weet je, en een week later zegt die jongens, we gaan weer aan de slag. Ja. Weet je, hij hoeft dat niet te doen en we begrijpen dat ook, alleen hij staat er wel echt voor ons. Ja. Dus shout-out naar Millie, sowieso. Nee, helemaal duidelijk man, zeker. Hey, Nebel, in dagelijks leven doe je naast het kickboksen of naast het vechten, om het maar even zo te zeggen? Ja, wat ik naast het kickboksen doe is, ik onderneem ook. Mm-hmm. Pas ben ik een tennispraktijk begonnen, samen met een compagnon van mij, Youssef Azawi. Ja, op die manier probeer ik wel gewoon bezig te blijven, los van het vechten. Ja, ja. Dus tandartspraktijk, dus aan de ene kant stomp je die vreedsteentjes eruit en aan de andere kant zet je ze er weer in. Ja, zo is ook, ja. Dus je bent de slager die zijn eigen vlees kunt. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Nee, ik kan me goed voorstellen dat je bij jezelf denkt van, ja, tandartspraktijk, waar komt dat ineens vandaan? Mm-hmm. Ja. Maar ik heb natuurlijk gestudeerd, ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd, dus ik weet wel het een en ander wat betreft bedrijfskunde. En een vriend van mij, die is mondhygiënist en die heeft ook langere tijd, werkte hij in de praktijk eigenlijk waar hij heel die tent runde, zo maar te zeggen. Mm-hmm. En op een gegeven moment had hij zoiets van, weet je, waarom beginnen we niet zelf een praktijk? Ja. Jij weet het een en ander over bedrijfskunde, ik weet het een en ander over het medische gedeelte, dus laten we het doen. Dus van het een kwam het ander en zo zijn we een tennispraktijk begonnen. Gewoon doorpakken. Ja, natuurlijk man. Daar zijn we voor, ja. Ja, mooi man. Ja. Hey, oké, super. Brandon, jij hebt Hanafi op de lijst staan voor de eerste partij. Ja. Hoe vind je dat? Want jullie kennen elkaar? We kennen elkaar. Ja. We hebben eerder in het toernooi ook gestaan. Ja. Zeg maar mijn debuut bij Infusion heb ik tegen hem gestaan in de finale. Ja. En hij was een beukpartij. Van ronde 1 tot ronde 3. Ja. Alles op alles. En ik denk dat de komende wedstrijd, dat voor hem een klein beetje vendetta op staat. Hij wil natuurlijk winnen. Ja. Hij heeft eerder van mij verloren. Ja. Dus die gaat alles uit de kast trekken. Dus het wordt weer een beukpartij. Ja. Dus ik ga hem niet... Je gaat hem niet sparen? Ik ga hem absoluut niet sparen. Nee. Komt voor het beuken. Oké, en dan? En hoe gaat het toernooi verder verlopen, denk je? Kijk, dat kan alle kanten. Is het favoriet of zo? Als je kijkt naar het deelnemersveld? Ik denk vanuit Infusion op basis van de ranking een beetje. Mm-hmm. Maar ik heb met kickboksen, je weet het nooit. Als je kijkt ook naar K1, weet je, het gaat alle kanten op. Ja. Op een gegeven moment is het 50-50. Ja. Je kan makkelijk op een stomme stoot lopen en het is over. Dus ik durf niet te zeggen hoe of wat. Ik zie mezelf als de winnaar, dus dat zit. En jouw laatste partij was in Dubai, denk ik, hè, tegen Shabari. Klopt. En die kun je dus mogelijk ook weer tegenkomen, toch? Mogelijk, ja. Zeker. Oké.
Oké, superman. Hey, als we het hebben over... Nabil, we hebben het gehad natuurlijk over jouw MMA. Hè? Mm-hmm. Maar zoals je weet, binnen het ICC heb je het ook nog het stand-up eventueel. Ja. Maar je zou ook nog naar het kickboksen kunnen gaan. Ja. Je hebt aangegeven, ik vind de MMA wel heel erg leuk. Ja. Maar ik denk dat er ook nog wel mensen graag die het leuk vinden om jou weer eens even in die kickboksring te zien. Hoe zie je dat zelf? Ik heb kickboksen niet uitgesloten of wat dan ook. Dus ik sta er wel voor open, mm-hmm, natuurlijk. Als er iets moois op mijn pad komt, dan grijp ik dat en dan doe ik dat. Dus... Maar ja, ik leg mijn focus nu op MMA. Maar nogmaals, als er iets op mijn pad komt wat aantrekkelijk is en waarvan ik denk van ja, daar heb ik zin in, ja, dan doen we dat. Mm-hmm. Maar MMA, heb je een duidelijk doel? Ja, 100%. Dat is de UFC. Oké. Okay. Ja, daar gaan we voor. Dat is echt wel de bedoeling. Ja, 100%. Dat gaat me lukken ook. Oké, okay, superman. Met de wil van Allah inderdaad. Ja, nee, ik snap het. Maar het is mooi dat je een... 100%. Een doel hebt, hè? 100%. Ik heb mijn doelen gezet en... Ja. Daar train ik nu keihard voor, elke dag. En het gaat goed. En het is nu gewoon een kwestie van lijn doortrekken en ervoor zorgen dat ik straks in de UFC zit en meecompete en uiteindelijk de belt weten te bemachtigen. Mm-hmm. Dus ja, daar gaan we voor, ja. Ja. Oké. Okay. Hey Brandon, wat maakt jou zo gevaarlijk in die 70 kilogram divisie en in dit toernooi? Voor mij Tawakkul. Dat houdt in dat ik alles doe om te winnen. Mm-hmm. De rest laat ik aan Allah. Dus of ik win of niet, interesseert, mm-hmm, me niet. Nee. Ik kom om te knokken, ik wil winnen. En ben bereid alles te doen om te winnen. En je zult me echt moeten laten slapen om mij te stoppen. Oké. Okay. That's it. Nee, want ik kan me nog die wat was die partij, jongen? Dat was ook zo'n gave partij van jou. Dat je ook zo geweldig terugkwam. Dat je kreeg eerst... Emir. Ja. Abdullah had. Ja. Die was maatselijk. Ik denk, daar hebben we nog wel beelden van ook. Ja. Daar kwam jij. Nou, je moest van ver komen, laten we eerlijk wezen. Luister, ik had een gameplan. Mm-hmm. En die werkt ook. Alleen, ik weet niet wat ik dacht. Ik kwam daar binnen en ik ga slagen, wissel ik met hem aan. Mm-hmm. En hij landde een goede rechtse en een linkse. En toen zat ik en dacht, hè? Toen ik zat, dacht ik, hè? Wat kan dit nou? Ja, dus ik sta op. Onmogelijk. En ik kijk, als je ziet ook op de beeld, ik kijk naar Deel en ik denk, wacht even. Is dit nou echt? Dit, ja. Ik dacht, dit zat niet in mijn planning, maar goed. Ik probeer me zoveel mogelijk, natuurlijk, ik ben aangeslagen. En hij probeert mij zoveel mogelijk uit te halen. En kijk, wat ik merk is, op een gegeven moment was het heel erg maaien voor hem. Dus ja, wat er op dat moment doorkomt, daar anticipeer ik dan op. Dus ik heb de eerste ronde dan overleefd en de tweede ronde deed ons zich luisteren. Het is nu of nooit. Het is alles geven of anders wint hij die partij van jou. Klaar, punt. Ja. Ja, dan is het fully kamikaze en dan is het gaan. Fully kamikaze. Ja, jij en ik, dat maakt niet uit. De dood of de gladiolen. Ja. Dat is ook wel eens, hè? Ja, het is geen open dan meer. Dan is het gewoon gaan. In de ja, maar geen nog. Maar goed, ik moet wel zeggen. Ik kon de tweede ronde kon ik me beter aan onze gameplan houden en de derde ronde. En dat maakte het spel wat beter voor mij, mm-hmm, in de tweede ronde. Zeker. Ja. Oké. Okay. Ken jij ook dit soort momenten, Daniel? Tuurlijk. Ik heb vaak genoeg. Ik ben nog dan gelukkig nog nooit neergegaan. Ik heb ook nooit achtertellen gehad. Mm. Maar ik heb wel eens partijen gehad waarbij ik dan waarbij het zo goed gaat dat ik eigenlijk een ronde lang iemand gewoon helemaal alle kanten op sla. Want ik dan de laatste 10 seconden, de laatste 20 seconden een knie krijgen of zo of iets. Dan denk ik van, het gaat toch niet gebeuren, hè? Ja. Het gaat toch niet gebeuren, hè? Ja. Maar ja, ik moet nog wel zeggen dat ik me dan snel herpak en dat ik snel herstel. Maar ja, tuurlijk, ik herken het wel. Hm. Ik heb het al geluk gehad dat je traint er ook op om dat niet te laten gebeuren, natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik heb genoeg vaak momenten gehad dat ik dacht van, ik moet oppassen. Ja. Ja. Hey, en die min 70 kilogram, jongens, die is wel, het is wel een zware klasse. Het is een zware divisie. De koningsklasse, toch? Ja, nou ja, goed. Altijd al geweest. Ja, en als je nu ook ziet, hè, zoals Zugari laatst dan kampioen werd, hè, in M-Fusion. Ja. Laten we wel wezen, Ayuli. Hmm? Die mag voor mij wel op de kaart komen, hoor. Ja? Ayuli, Zugari. Ja, dat gaat ook, gaat ooit gebeuren. 100%. Dat is wel een gave pot. Dat is een hele gave pot. Dat zal verkopen. Ja. Dat weet ik wel, ja. Ja, dat is een partij die ik zou natuurlijk eerder tegen hem vechten. Ja. In Antwerpen. Ja, Antwerpen, ja. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Wat heel jammer was.
Dus nu moeten we eigenlijk gewoon kijken hoe dat qua planning zit en hoe dat... Maar die partij gaat geheid komen. Daar hoeven de mensen zich niet zorgen om het om te maken. Ja, ja. Oké. Hey, oké, duidelijk verhaal. Nou ja, goed. Ja, tuurlijk man. Oh, dat is toch prachtig. Hey, wat ik ook weer prachtig vind, Brendan, en die is deze is voor jou. Hè? Want ervan uitgaande dat het allemaal goed gaat. Aankomende 4 maart, hè? In Alkmaar. Mm. Waar ik, it takes two to tango. We hebben Hanafi, tuurlijk, die denkt ook knik-knakken, kom maar vier. Sowieso, en daar trainen we voor, 100%. Hey, en hij ook, dus dat is mooi. Hè? Maar dat vind ik ook zo mooi van jullie als sportmannen. Hey, er is in die klasse die daar meedoen en de volgende, daar is niemand krijgt een cadeau, hè? Laten we dat voorop stellen. Nu ga je door naar die laatste 8. Mm. Dan ga je naar die 3 partijen op een avond. Mm. Ga jij dan je stijl aanpassen of hoe werkt zoiets? Kijk, ik ben ikzelf. Ik ben anders dan velen. Bijvoorbeeld Nabil, die gaat heel erg van zijn eigen kracht uit. Maar ik daarentegen, ik train voor andere tegenstanders. Ik pas me aan elke tegenstander. En ze zeggen ook altijd, styles makes fights. Ik probeer me zoveel mogelijk om in de juiste categorie te plaatsen voor een gevecht tegen een tegenstander. Ja. Wat stijl betreft. Ja. Dat ik ook bijvoorbeeld bij Tadeas in Dubai toen. Ja. Of Abu Dhabi. Eerste ronde beuken, nou, dat liep een beetje gelijk op. Tweede, derde ronde ging technisch en dat ging me veel beter af. Dus ik kan me heel makkelijk aanpassen. Ik denk dat mijn kracht is. Oké, dus voor jou, zeg maar, voor jouzelf, wat ik jou hoor zeggen is, het maakt jou feitelijk niet zoveel uit of het de stijl is van Hayuli of bijvoorbeeld van Shabari. Dat maakt jou eigenlijk... Dat zou me niet moeten uitmaken. Nee, oké, check. Maar je houdt daar wel rekening mee? Ik hou er zeker rekening mee. Ja. Ja. Oké. Ik denk dat het ook een kracht is die je moet hebben toch als je een toernooi vecht. Mm-hmm. Als je maar bijvoorbeeld alleen goed vecht tegen een soort type vechter. Mm. Nou, daar kom je niet ver mee. Ik denk dat je dat wel moet hebben inderdaad. Wil je een toernooi vechten om te kunnen schakelen? Ja. Dus ja. Nee, maar dat is zeker. Ik ben het met je eens. Alleen, het wil niet zeggen dat je ook per definitie altijd kan differentiëren, toch? De ene die gaat alleen voorwaarts en die denkt, nou, hoppakee, de bodem van Guardiola. En de andere die denkt van ja, hey, als ik nu op een korte blok trap, is misschien wel aan baklappen. En ik moet misschien nog wel een partij. Ja. Zo bedoel ik het ook. Ja. Dus ik snap wat je zegt. Ja. Ja. Mooi man. En ik hoef jullie niet te vragen of jullie er zin in hebben, maar... Hey, waar kijk jij nou het meest naar uit, zeg maar, naar jouw partij? Eventjes, wat is je laatste focus? Krijg je al kriebeltjes of nog niet? Tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Maar dat begint eigenlijk al bij het aannemen van een partij. Ja, hè? Ja. Tuurlijk, ja, 100%. En hoe dichter je bij een partij komt, hoe meer dat gaat kriebelen. Ja. Zo maar te zeggen. Ja, ik kan me voorstellen. Het is natuurlijk een MMA-partij en het is nog steeds weer nieuw. Want het wordt mijn 4e MMA-partij. Dus het blijft toch enigszins spannend. Mm-hmm. Maar we trainen hard. En het gaat steeds beter. Dus ik heb er zin in. Oké, man. Ja. Ik ook. Ja. Super, man. Oké, jullie. Die MMA-partij. Jij staat tegen, schrik niet, de beul van Napoli. Raja, de man uit Italië. De beul van Napoli, oké. Ja. Waar weet je van hem? Vrij weinig. Alleen dat hij de beul van Napoli wordt genoemd. Nee, ik weet eigenlijk vrij weinig van hem. Het is een staande jongen volgens mij wel. Heeft ook niet heel veel ervaring op de grond, zover ik weet. Maar dat maakt niet uit, want zoals onze vriend hiernaast zo net zei, ik ga van mijn eigen kracht uit. Ja. Dus... En eigenlijk moeten we ook gewoon respect voor die vent hebben, want hij durft het wel tegen jou aan. Hij durft het tegen je op te nemen, laat ik zo zeggen. Dat stel ik heel erg op prijs. Ja, toch? 100%. Ja. Want het is niet altijd even makkelijk om een tegenstander te vinden. Dus ik stel het op prijs. Ja. Ik hoop dat hij ook keihard traint. Dat zou hij wel nodig hebben. Nou, dat zal hij wel doen. Dus niet slim als hij het niet doet. Nee. Hey, als we het hebben over keihard trainen, hè? Jullie hebben ook nog in Thailand gezeten, hè? Met z'n tweeën. Ja. Oh, die docu, die komt binnenkort uit. Ja. Kun je heel kort iets vertellen? Beetje dubieus ook. Ja, want, toch? Dan ben je bevriend. Ben je daar gewoon. Bijna uit Nederland. Ja. En dan zitten we in de verschillende teams. Zit ik in team blauw, hij in team rood. Ja. Dat is wel grappig. Want, je zit niet in elkaars vaarwater. Nee, hij doet natuurlijk kickboksen en ik dan MMA. Zeker. Dus dat maakt dan heel in principe niet uit. Maar het was echt wel een hele mooie ervaring. Het zal ook 100% een hele mooie documentaire worden. Helemaal super. Ik heb er wel zin in. Ik kijk er echt naar uit. Oké, waar ik ook naar uitkijk, en dan gaan we ook een beetje afsluiten, is 4 maart 8 TKO. Brendan, zien we jou.
100%. Kunnen we nog kaarten krijgen? Moeten we nog kaarten halen? Absoluut. Je kan ze bij ons in de sportschool halen, je kan ze bij mij halen via DM op de site. Zodat je zo snel mogelijk kaartjes hebt, want het gaat hard. Ja, het gaat hard. Het gaat hard. En FusionLive.com voor de kaarten, wees erbij. Want je wilt het niet missen. Nee. Vos Harnafi 2, wat een beukpartij. Wil je niet missen. Haar jullie. 5 maart. In principe, ik pak een hotelletje daar. Ja. Kosten van Edwin van Os. Ja, dat zal wel dan een bed and breakfast worden dan. Oké, top. Maar, doe ik ook dan, ja? Want ik ga de volgende dag ook naar jou kijken. Ja. 100% 5 maart, ECI. Ja, weet je wat het is? Ik hoef eigenlijk naar mijn idee niet eens zo heel veel te zeggen. Kom kijken, want het zal weer garandeerd een spektakel zijn. Ik ga voor een knockout. Dus ja, wat kan ik ervan zeggen? Kaartjes zijn verkrijgbaar. Ik kan mijn DM mee, ik kan naar de sportschool komen, alles erop en eraan, maar dat is geen probleem. Kom kijken. Oké, top. Ik garandeer spektakel. Mannen, ik wil jullie hartstikke bedanken voor jullie fijne gesprek. Ik vond het hartstikke leuk. Ik ben blij dat jullie je open en eerlijk en kwetsbaar hebben opgesteld, op wat voor manier dan ook. Mensen thuis, zorg ervoor dat u de socials in de gaten houdt. Dan hebben we het over de Twitter, we hebben het over Instagram, we hebben het over Facebook. En natuurlijk enfusionlive.com voor de laatste kaarten, voor de laatste updates. Zodat u altijd up-to-date bent van Enfusion. En we zien elkaar sowieso of de 4e of de 5e. En het allermooiste is allebei. Hoi. This show is sponsored by Venom, Al Shearer Stables Abu Dhabi, and Super Pro Samui Thailand.